Het is je favoriete dating coach hier, Daan de Ram van de Traction Gym. En vandaag leer jij 6 tests die ervoor zorgen dat je erachter komt van: vindt ze je leuk? Vindt ze je niet leuk? What the fuck is het nou? Want waarschijnlijk sta je wel eens te flirten met een meisje en dan denk je zo van: ja, kan ik nou de volgende stap met haar maken? Weet je, kan ik haar even meeleiden richting de bar? Of kan ik haar al gewoon zoenen? Nou, deze testjes die gaan ervoor zorgen dat je daar veel meer grip op krijgt en weet hoe warm is ze voor jou. En dat ga ik je laten zien met een vriendinnetje van mij, Ambar. Je zag haar net al in de intro. Say hi. Hi. Ik heb haar ontmoet in Cartagena in Colombia. Toen sprak ik haar 's avonds aan. Ze was omringd door een hele groep vriendinnen. Stonden daar wat te flirten en toen pakte ze op een gegeven moment mijn mobiel af en begon ze haar Facebook erin te zetten. En dat leidde ertoe dat ze uiteindelijk kwam naar Santa Marta richting mijn hotel. Toen hebben we daar gezeten voor wat chillings, voor deze video en voor wat oer-Hollandse liefde. En nu zijn we trouwens nog steeds in contact om te kijken van: komt ze nog eens naar Nederland toe of zien we elkaar reizende nog eens. In ieder geval, aan het eind van deze video dan laat ik je één cruciaal inzicht zien. Want als je dat inzicht niet snapt, dan ga je het alsnog verpesten wanneer het aankomt op deze testjes gebruiken. Want dan zit je namelijk in de verkeerde mentaliteit. Dus blijf hangen tot het einde van de video en dan gaan we nu terug naar het zwembad in Colombia. En Amber, I met in Cartagena. En then she came here to the same hotel as us. Well, it's really nice here. And now we're back together again. Voor de rest van de video doe ik gewoon in Nederlands trouwens. En wat je gaat leren is 6 signalen over eigenlijk 6 tests die jij kan doen, zodat je weet: oh, ze vinden me leuk. Nou, de eerste 3 tests die zijn met de handen en die gaan als volgt. For example, wanneer je haar hand vastpakt en staat zo met haar. Wat je kan doen is gewoon vriendelijk je handen open houden en weet je, het is heel duidelijk dat je haar handen vast hebt. Houd eens maar lekker staan. But, I don't understand anything. Yeah, fair enough. Dat heb je. En je houdt je handen zo vast. Kijk, ik grijp nu niet haar handen, maar ik houd ze gewoon vast. Als zij in deze houding blijft, dan weet je, oké, ze is geïnteresseerd. En wat je nu heel makkelijk kan doen, is haar een stukje meeleiden, een beetje wegduwen. Maar als zij in contact blijft, oké, ze verbreekt het contact. Leun iets achterover en daar kun je weer doorgaan. Pak weer haar handen vast. Een andere test die je kan doen, is dat je je handen juist zo leidt. En je spreidt je vingers en oké, ze haakt in met haar vingers. Awesome, dat is een goed signaal, weet je. Dat ze inhaakt nu. Ja, het is een teken van ze wil meer contact. En de laatste test die je met je handen kan doen is als je bijvoorbeeld met haar even hand in hand zit. Of je pakt haar hand vast om een klein stukje te gaan lopen. En je geeft een klein knijpje in haar hand. En ze geeft een klein knijpje terug. Dan is dat een goed signaal. Zo niet, wordt er dan ook niet helemaal paranoia over, maar het is een van die signalen die laat zien van oké, ze vindt je leuk. Maar wordt er vooral niet de paranoia over van kut, ik krijg niet alle signalen. Nee, daar draait het niet om, maar het spiegelen van gedrag, dat is altijd een duidelijk signaal, ze vindt je leuk. Voor de volgende tip zijn we even naar buiten gegaan en een heel duidelijk flirtsignaal dat ze jou leuk vindt, dat is natuurlijk als ze een klein beetje inleunt. Je ziet dat ze een beetje voorover leunt en dat is natuurlijk veel beter dan als ze achterover leunt en een beetje creeped out is. Nou, hier een pro tip voor je. Stel je voor je gaat je heel gestrest opstellen. Je neemt hele gestreste lichaamstaal aan. Hoe ga je dan voelen? Gestrest. Nou, hetzelfde gebeurt als zij een hele aangetrokken lichaamstaal aanneemt. Hoe gaat ze zich dan voelen? Aangetrokken tot jou. Nou, hoe krijg je haar nou in deze lichaamstaal? Dat is door het volgende te doen. Je staat bijvoorbeeld met haar in gesprek en bla 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 bla. Oh, echt waar, dit en dat. En wat je dan gaat doen is, je het liefst tegen een muur aan, is je zet je voorste hak naar voren en je leunt hier een beetje op je hak. En je gaat een beetje helemaal naar achter leunen. Je kan zelfs je lichaamstaal een beetje meer gesloten opstellen. En nu is het voor haar veel gemakkelijker om meer naar mij toe te reiken in plaats van dat ik die dude ben die het tegenovergestelde doet, namelijk helemaal zo daar. Zit ze meteen, het is bedreigend, het is iets too much nu. It's like, I don't know. How does that feel, like the difference between a guy who's like standing like this? And then... Yeah, opposed to a guy who's like, hey, how are you doing? No, yeah. That's better, yeah. Yeah, right. Mm-hmm. Yeah, because it's like more natural, yeah. Well, like this? Yeah, because it's like spontaneous, I don't know. But that is like now. This feels spontaneous? Yeah. Right, and this? How does this feel? Hey, how are you doing? No.
No, that's... Okay, bit exaggerated, of course. But... En een heel erg belangrijk signaal of ze je leuk vindt, is ze bereid om een stapje verder met jou te lopen. Nou, de meeste gasten die gaan dan meteen voor de bar, weet je. Die zeggen, hey, kom, ga even mee naar de bar. En dat is geen slecht idee, maar stel je voor dat ze zegt, nee. Ja, en jij blijft dan staan, dan blijf je daar zo needy staan, terwijl je eigenlijk naar de bar wou gaan. Dat is een beetje, ja, het is een beetje raar en dan kom je in één keer, ja, over alsof je eigenlijk alleen maar op haar zit te wachten. Wat dan wel? Een hele goede test om te zien of ze je leuk vindt, is gewoon om even één metertje te verplaatsen. Van, hey, kom, stand over here. En je staat hier eventjes en ja, daarna loop je nog een stapje verder. En dat kan echt op een paar vierkanten. Ik ga een beetje de shot uit. It's like a dance. It is like a dance. En dat kan op een paar vierkante meter zo afspelen. Je hoeft niet heel ver meteen te verplaatsen. Maar dit is essentieel. Ik bedoel, als zij niet eens met jou een paar meter wil verplaatsen, dan wil ze waarschijnlijk ook niet met jou naar de bar. Als ze niet eens met jou naar de bar wil gaan, dan wil ze al helemaal niet met jou naar huis. Dus dit is een ultieme manier om te checken, vindt zij jou leuk? Or they'll just be like, hey, come to the bar. And if she's like, no, I'll be like, hey, come to the bar. Oh, no. And I'm like, okay. And then I'm like, oh, blah, 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 blah. But then it seems like a little bit needy because I want to go to the bar, but now I'm like kind of waiting for you. So you can go and then come back. That would be better in this case, just go and get a drink. But best is to first like move 1 meter. Yeah, let's move like this, blah, blah, blah. Okay, she's following me for 1 meter. She might follow for another meter. And then you'll be like, hey, come to the bar. Because you're already in the habit of following. Yeah. That's makes a nice trick, yeah. Hey, welcome. I'm learning too. Yeah, now you can pick up girls. I can pick girls in the bar. In the next video. With 2,000 likes, we're gonna get a girl girls picking in the bar. Up girls in the bar. It will be a great video now. Dan is er nog één cruciaal inzicht, want als je dat niet snapt, dan ga je het alsnog een beetje verkloten wanneer het aankomt op deze signalen lezen bij vrouwen. Dus voor dat inzicht, check dan hier dit artikel hier rechtsbovenaan. Dan leer je dat inzicht, waardoor je het niet gaat verkloten wanneer je deze testjes gaat uitvoeren. Het is cruciaal. Je vindt het ook bovenaan in de beschrijving, dus check het daaruit. Like voor meer van dit soort video's, abonneer voor een grotere piemel. En dan zie ik jou in dat artikel wat je hier nu links ziet. Of ik zie jou in de video hier rechts.